Is het een man, Lucilla? Nee! Actie! Het is water, hè? Ik ben aan de Sinterklaas in dat. Heel blij met u. Ik ben je vragen weer. Je outfit aan het filmen vanaf wat? Zo. Hier is wel een super. Kijk, dat. Hier is het. Hé, kom maar. De vernis was misschien. Allemaal. Camera. Of staat erop, joh. En weer. Zet het nog eventjes op. Nou, een team. Wij zijn de familievloggers en vandaag is een hele bijzondere dag. Want wij zijn hier in het Corendon Hotel, Village Hotel, om vandaag een videoclip op te nemen. Deze videoclip kunnen jullie al zien, die staat op Lucilla, haar eigen YouTube kanaal, al online. Ja, broer ook, Luan. En hoe heet het liedje? Wij kunnen samen de wereld aan. Dus kijk, vandaag weer gezellig. Met ons mee. Dan gaan we met z'n allen in de lift. Yes. Op naar het ontbijtje. Luxy? En wat zien jullie er mooi uit? Wat zien jullie er prachtig uit? Ja, heel erg mooi. Dat is school. Ja, we gaan niet naar school, hè. We zijn vandaag lekker vrij. We gaan vandaag iets heel erg leuks doen. En iets heel bijzonders. Ja. Ik voel het maar voor de regisseur van deze kleren morgen even kijken. Kom maar, Lux. Gaan we naar het ontbijt. Kijk eens. Dat ziet er mooi uit. Al die lampjes. Zullen we weer op het plekje zitten waar we straks ook zaten? Ja, met papa zag er grappig eruit. Ja. Goed kapje, joh. Ja. Ja, kijk, daar staat het vliegtuig weer. Mooi, hè? Hier hebben we lekkere verse fruitjes en yoghurt. Ja, je mag ook eten. En we hebben lekkere verse bolletjes. Bolletjes? Ja, wil je een lekker bolletje? 10. En even een lekkere espresso. En ik denk dat mijn liefste en de kinderen wel zin hebben in een chocola. We zitten even lekker aan tafel ontbijten. En kijk eens, had ik voor jou een warme chocola. In plaats van koffie, hè? Want koffie voor de baby in de buik. Ja, dat is niet zo handig. Vandaag gaan wij een heel erg leuk liedje opnemen samen. Een super mooie videoclip erbij maken. Het liedje opnemen hebben we al gedaan. Dat gaan jullie trouwens zien op Lucilla, haar eigen kanaal, volgende week. Hoe dat inzingen ging. Maar vandaag gaan we de videoclip opnemen. Hier bij het Corendon Hotel, Village Hotel. En bij het park hier in Amsterdam, waar een heel mooi doolhof is. Het Amstelpark is dat. En we zijn gevraagd door de productie van de Expeditie van Familie Vos om een heel mooi liedje te maken. Omdat Lucilla natuurlijk ook een rolletje heeft in de film als Saar. Het zusje van de hoofdrolspeler. En ze vroegen, vinden jullie het leuk om een liedje te maken voor de film? En dat vonden we natuurlijk wel heel erg leuk toen ze dat vroegen. De schrijver die ook Duimpje Omhoog heeft geschreven voor ons en die Cowboy heeft geschreven. Die hebben een heel erg mooi liedje geschreven voor Lucilla en voor mij. Wat we samen gaan zingen. En waar we samen vandaag dus een hele mooie clip voor gaan opnemen. En wij hopen dat jullie het liedje ook heel erg leuk gaan vinden. En heel warmtevol en liefdevol vinden. Het gaat een beetje over dat je je dromen kan najagen. En dat je altijd... Dat mama je altijd helpt. In mijn geval is het mama. Je kunt natuurlijk ieder ander erbij bedenken die je maar wil. Kan papa, maar dan zie je ook een klein beetje erbij. Ja, een babytje is ook een klein beetje erbij dan, hè? Dat kan ik wel zeggen. Je was al in de baan. Voor de eerste keer op video. Ja. En dat is dus wat we vandaag gaan doen. We gaan zo meteen eerst naar het Amstelpark heet het, hè? Het Amstelpark toe om de eerste scènes op te nemen. En daarna daar zien we Jelle ook weer. Dat is de regisseur, die is ook Duimpje Omhoog en ook Cowboy heeft opgenomen. En daarna gaan we weer terug naar het hotel, waar we nog wat scènes gaan opnemen in de hotelkamer. Ja. Ja? Heb je er zin in? Ja, en Luxy gaat ook in. Luxy heeft er ook een klein rolletje in de videoclip, hè? Iets met een rood jasje. Ja, en als gezin staan wij ook bij een beetje. Ja, volgens mij op het einde komen we met gezin allemaal bij elkaar of zo in de clip, hè? Ja, zitten we uiteindelijk weer allemaal met z'n verder. Ja, broer. We gaan nog even naar de hotel. We hebben Pepsi Cola. Oh, echt waar? Laat eens zien. Pepsi. Pepsi Cola. Weer, lacht iets makkelijker gedaan. Krijgt een opdracht. Ja. Wie er beweegt, krijgt een 2. De tijd gaat nu in. Luxy. We gaan zo meteen nog even terug naar de hotelkamer, want we zijn wat vroeg. Dus we gaan nog even gezellig met z'n allen de Kids Top 20 kijken. Wat we eigenlijk iedere zaterdagochtend doen, maar dan hier in het hotel. En we hebben gehoord dat jullie ook allemaal hebben gestemd op het liedje van Lucilla en het liedje van Luan. Dus we zijn benieuwd of überhaupt Lucilla in de Kids Top 20 staat en of Luan erin staat. Dus dan gaan we zo eventjes gezellig kijken op de hotelkamer voordat we naar het park gaan. Goed? Oké, let's go. We wilden weer heel erg graag een klein, kort, makkelijk dansje wat jullie allemaal mee kunnen gaan dansen. Ik was alleen even vergeten dat met Lucilla te oefenen en te bedenken. Dus dat hebben we samen net de plekken bedacht hier voor deze spiegel. We zijn benieuwd. En we hebben het geoefend. Laat zien. We zullen ze even laten zien hoe ver we hem kunnen. Omhels je dromen en jaag ze maar na. En ben je de weg kwijt, roep dan maar mijn naam. Klim op mijn schouders en rijd naar de maan. Ja, wij kunnen samen, oh, oh, samen de wereld eraan. Oh, eh, eh, eh. Oh, samen de wereld eraan. Oh, eh, eh, eh. Oh, samen de wereld eraan. Wauw, dit is een heel mooi dans hoor. Oh, op nummer 6, jongen. Oh, Luan. Lucilla, je staat erin. Je staat erin. Oh, wat cool. Gefeliciteerd, liefie. Oh, wat leuk. Oh, dankjewel. Nou, kijk eens de apparatuurkamer. En daar is de crew. Goedemorgen. Toppers, hebben we er weer zin in? Eten, duimpje omhoog. Ze zijn nog steeds het dansje aan het oefenen. We hebben er met z'n allen wel weer zin in, hè? Ze moeten ergens eten, dus dan zouden ze nog oeh, samen de wereld bellen. Nou, we zijn aan het overleggen. Hoe, wat, waar, welke hoek, welke lichtpunten het mooiste worden. Ondertussen dat ze op de andere kamer de lampen en zo aan het opbouwen zijn, zijn Lucilla en ik hier lekker Wie Ben Ik aan het spelen. Op het bed dus, schatje. Kijk, en deze heb ik allemaal staan. En ik ben heel benieuwd wie Lucilla heeft. Is het een man, Lucilla? Nee. Nee, oké, dan ga ik de mannetjes. De mannetjes die kunnen weg. Oké, vraag jij maar. Is jou een man? Ja, mijn is een man. Doe je alle vooruitjes? Jij ook een man? Nee, ik ben toch geen man? En ondertussen spelen de meisjes nog even. Met de visjes. Ik zie. Voor mij zit het heel makkelijk. Ik zie. Zo, wij gaan eens even kijken bij de andere hotelkamer. Hoe is het hier? Martin, die is licht aan het maken, heeft een zonnetje gecreëerd in de kamer. Een zonnetje, ondanks de regen, Martin. Wat goed. Martin, ons zonnetje al over. Kijk, dit ziet er al spectaculair uit. Oh, ja. Mooi. En kijk eens, ontbijt op bed. Och, jeetje. Ja, dit is voor in de film, hè? Dit is het filmontbijtje. Ja. Ja, en na de shot eten wij met z'n allen op. Ja, meteen lekker ontbijten. Mooi hoor, jongens. Heel cool nu. Kijk, dit is de opa in de film van jou. Van de film van toen jij Saar was. Kun je nog herinneren dat je dat fotolijstje in je hand had? En die komt weer terug in onze videoclip. Die staat daar zo. Dat is wel leuk te vertellen. In de Expeditie Vos is deze acteur, dat is Peter Faber, is dat? Is de opa van Saar, zeg maar. Die de speurtocht heeft en zo. Door de verjaardag in de film. Maar hij heeft ook bij ons de eerste serie van de Cowboy gespeeld als de boef. Weet je dat nog? Weet je dat nog? Bij de Cowboy-serie. Hoe heette die ook weer? William was die. Ik weet niet of je hem nog herkennen, maar was wel leuk om weer hier te zien. Nou, hij is hier toch nog een beetje erbij. Grappig. Hè? Acties! Omhels je dromen en jaag ze maar na. En ben je de weg kwijt, roep dan maar mijn naam. Klim op mijn schouders en rijd naar de maan. Ja, wij kunnen samen, oh, samen de wereld eraan. Oh, oh, samen de wereld eraan. Maar één ding weet ik zeker. Zie dat je even niet zal mee. zeker wel. Zin het je even niet zo mee. Je bent niet alleen. Niks. Het is mooi te zien. Nou, lekker. Hoe jij van het zegt. Zo, Luan zegt al, pap, de telefoons moeten even aan het opladen. De accu's moeten wij natuurlijk blijven vervangen en opladen. Kijk, en hier is ons woonkamertje. Dan gaan wij even hier alles aan de opladers leggen, hè? Nou, Luxie wou even wat water drinken. Zakje. Oeh, lekker ijswater, hè? Goed gekozen, Luxie. Nou, even lekker Nederland 3 kijken, hè? Gaat ie goed? Een beetje... Ja, toppie. Ja. Maak hem een beetje. Zie naar je kijken. Heel goed. Zit het je even niet zo mee. Je bent niet alleen. Omhels je dromen en jaag ze mij na. En breng je de weg kwijt, hoe kan maar mij na. Klim op mijn schouders en rijd naar de maan. Heel goed. Komt die guitje dak, hè? Goed zo. Goed zo. Heel goed. Heel mooi, Sil. Omhels je dromen en jaag ze maar na. En ben je de weg kwijt, hoe kan maar mij na. Zit het je even niet zo mee. Je bent niet alleen. En lijkt naar de maan. Ja, wij kunnen samen. Eventjes hier wachten, want ze gaan weer alles ombouwen. Zo. Zo, daar zijn we weer. De tijd vliegt, het is alweer bijna lunchtijd. En we houden hier nu even lekker pauze op het grote bed. Was het leuk? Ja, Lucilla zei, oh papa, wat nu wel? Sinterklaas die komt aan. Nou, dan kunnen we even lekker chillen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Nou, dat komt goed uit. Met de lunchpauze even kijken naar de Sinterklaasintocht. Ik ben echt heel blij met hoe je het doet, Lucilla. Ga maar een beetje springen. Doe maar springen. Ga je er gaan? Ja. Yeah. Ken ik zoveel van jou in mij. De tijd gaat zo stil. Maar één ding weet ik zeker wel. Zit het je even niet zo mee. Je bent niet alleen. Omhels je dromen en jaag ze maar na. En ben je de weg. Oké. Dio, is dat Dio? Oh, hier. Gestopt. Ja? Nee, niet zo goed. Ja. Ja, maar dit hebben we wel hoor. Oké. Cool. Ga maar op. Wat is het groene? Is het licht, hè? Ja. Met een grijs, ja. Exposure, ja. Ja, exposure. Maar hij moet gewoon groen zijn, dan is hij goed. Nee, nee. Herken ik zoveel van jou in mij. De tijd gaat zo snel. Ja, wat. Maar één ding weet ik zeker wel. Omhels je dromen en jaag ze maar na. En ben je de weg kwijt, roep dan maar mij na. Klim op mijn schouders en rijd naar de maan. Ja, wij kunnen samen, oh, samen de wereld. Hij weet niet dat ook. Oh, eh, eh, eh. Goed zo. Zo, dat is even tijd om à la carte te gaan lunchen. En het klaart gelukkig op en dan gaan we naar het Amstelpark. Tolhof, spannend. We hebben even lekker wat warms in de buik. Zit hier lekker vol, kinderen? Super, dan zeg ik op naar het Amstelpark. Nou mannen, op 3 meter afstand eet smakelijk, hè? Wij zijn weer aangekleed en wel, want wij gaan nu naar het Amstelpark. Luxy die heeft haar rode outfit aan. Lucilla ook. Ja, niet de rode outfit, maar wel de rode. Maar we hebben een mooie bondkraker. Ja, dat is super stoer. Ja. De auto, jongens. Ja, we gaan de auto in op voor de volgende scènes. Ja, we zijn uiteindelijk aangekomen in het Amstelpark. We hebben super lekker weer. Lekker zonnetje. Luxie die doet even lekker haar tukkie. En hier gaan we naar binnen, jongens. Kijk, en de drone is in de lucht. We hebben blauwe lucht met een zonnetje. Gaan het hele vette droombeelden worden, kinderen. Lucilla en ik gaan door het Doolhof. En dan raken we elkaar kwijt. En dan gaan we elkaar zoeken. En hun gaan het filmen vanaf bovenaf. Oh, cool. Dus we hebben dit aangevraagd. We moeten wel even kijken dat er geen mensen wilt komen. Zou jullie even kunnen wachten? We gaan hier filmen. Je hebt het geweest. Ja, heel goed. Probeer hun nu gewoon close te pakken. Ja, ik zag, Ja, ik zag. We gaan nog een beetje zakken. Kijk, daar heb ik ze. Ja, daar zijn ze elkaar kwijt. Kijk weer de even omhoog. Hé, dat waren mooie drone-shotjes, ja. Niet door de plassen lopen, hè, Sil? Niet door de plassen, maar kijk eens, hé, het zonnetje. Het zonnetje volgt jullie en de drone. Supermooi. Kijk, daar is de drone. Zet hem op, hè. Geniet ze. Veel plezier, zet hem op. Oh, dit is leuk, ja. Super, volgen. Luxie slaapt lekker, zie je dat? Toppie. Nou, gaat goed hoor. Zet hem op, hè. Doeg. Daar ren je. Dan ga ik je zoeken. Hey Luan, ik let hier met Gio op de drone en de filmapparatuur. En Luxie. En jij gaat even vloggen. Ja. Moet je om je pols te slaan? Oh, ja. Zo. Zo ga ik de Doolhof hoor. Nou, ik ga even naar buiten. We zijn nou in het Doolhof. We maken nou de scènes van Lucilla. Wat ze aan het zoeken is. Moet om je heen kijken. Nee, om je heen. Hoger. Kom maar. Hier naar de camera toe. Kom maar. Zitten. Mama. Hey, dit is wel een super cool Doolhof hier, hè? Hey. Ja. Het is alleen wel een beetje modderig hier. Ze moeten maar niet kijken naar de witte schoentjes. Scheetje. En hier hebben we elkaar, zijn we elkaar aan het zoeken. Oké, attentie voor opname. Mama! Ja! En je begint te huilen een beetje. Oh nee, hier alleen. Hier! Kom maar. Hier! Oh, ja! Hier! Oh, dat was heel leuk. Oké, kat. Eigenlijk dit, misschien moet je nog een keer vanuit deze hoek draaien. Oké, nog een keer, wij gaan naar achteren. Oké, komt ie. Meteen nog een keer. Attentie voor opname, camera. Kom maar, Farah. Hier. Oh. Hier. Hier zit ik, hier ben ik. En kom maar, Farah. Hier. Kom maar. Wel opstaan hè dan, hè? Moeten jullie naar de andere kant kijken? Hetzelfde, het is zelfs net. Jij staat gewoon weer op. 3, 2, 1, kom maar. Zo, Lucilla, staat het op de band? Ja, maar we hadden mij. Kijk eens. Hé, je zusje is weer wakker. Oeh, ja. Oh, in de witte vennerswasmachine. Geen probleem. Ja, en dan nu het laatste shot met ons allemaal. Dat we weer gerenigd worden met elkaar. Yes. Camera. Ook nog. En actie, kom maar. Super, dan geloof je meteen dat het lukt. Nou ja, leuk. Het Doolhof staat erop, hè? Het Doolhof staat erop, jongens. Het is gelukt. Zo, wij zijn weer in het hotel. En we gaan weer even lekker naar de kamer toe. Even lekker chillen. We zullen op het hotel gaan. Ja, en dan zijn we klaar. Wij zijn weer op de hotelkamer, jongens. En jullie hebben gezien dat het rode jasje van Luxie Lucilla aan had. Want Luxie had echt geen zin om door het Doolhof te lopen. Dus Lucilla, door de modder, ja, dat was heel modderig in het Doolhof. Dus Lucilla heeft even gespeeld alsof zij Luxie is met het rode jasje. Omdat dat toch wel een beetje een soort van dingetje was in de clip die terugkwam in de clip. Dus als jullie denken, waarom had Lucilla het jasje aan van Luxy? Nou, dat was dat dus de reden. We zijn nu even lekker op de hotelkamer. Ze gaan nu even de hotelkamer waar we filmen even ombouwen. Dat we nog even een klein shotje doen van het ontbijt in de videoclip van Lucilla en mij. En dan gaan we lekker eten. Dan staat als het goed is alles op de band vandaag. Nou, zo. Naar de volgende scène. De laatste scène. De laatste scène, de avondscène, ja. In de ochtendbadjes. Ja, maar dat is wel toepasselijk. Nu gelijk klaar, toch? Ja, zo net in. Zo. Ja, het restaurant gewoon even... Ja. We laten het restaurant wel roomservice worden, goed? Het is wel grappig, want we gaan nu dus een ontbijtscène spelen, terwijl het eigenlijk avond is. Ja, ja. Ja, maar dat kan. Maar dat zie je niet, hè? Nee. Kijk maar. We hebben allemaal licht natuurlijk. Martin heeft weer zonlicht gecreëerd. Net alsof het ochtend is. Kijk. Het zonlicht van Martin. Zo Martin. Dat was het papier helaas kapot. Prachtig zonnetje, jongens. Wat een mooi ontbijt. En jullie gaan gewoon op bed zitten. Ja. Ik heb deze niet zelf aangepakt, dus dit heb ik gewoon even met een bord erop gezet. Ja. Super. Ik zal mijn sokken even uitdoen. Was het fijn in de sauna, Martin? Ja. Jullie houden van sauna. Ja. Ik zei tegen Martin toen wij in het Amstelpark waren, ga maar even lekker in de sauna, toch? Nou, dat heeft hij dus op deze manier ingevuld. Ja, nou super, super mooi geworden. Ja, een beetje voor. Leuk hoor. En het ontbijtje. Oh. Een beetje croissantje te eten en dan gaat hey, Luxy. Luxy, heb jij gewoon een stand-in? Een papiertje klaar, dan schrijf je gewoon op. Een beetje jassen aan! Ja, had jij geen zin meer, hè? Een beetje jassen aan! Een beetje jassen aan! Jassen aan? Is jassen aan! Luxy is een beetje te moe voor dit nog te doen, dus Luan die speelt gewoon voor Luxy. Ja, stand-in hè, van de achterkant. Moet je zo doen, hè? En een heel klein handje zo. Ja, een klein handje. En dan pak je dit weer in. Jullie denken dat Luxy het is in de videoclip, maar de eerste keer is Lucilla en deze keer is het Luan. Stand-in. Ja, dat is een beetje hand. Zo, ja, die kunnen we niet meer betalen. Dus Luxy... Luxy, die kunnen we niet betalen. Die is zo duur geworden. Of nee, ja, wel Luxy. Mag ik even omdraaien? Fijn dat je broer invalt, hè? Ja. Echt schuim, zo. Een beetje, ja, een beetje zo... ja, toppie. Zo een beetje, kan je dit lezen? Ik kan het niet lezen. Nee, er ligt een briefje. Nee, er ligt een briefje. Zo? Ik had nog wat buiten, dus een schijf. Nou, Topper, zet hem nog eventjes op. Ik ga met Luxy naar de speelkamer. Dan ga je het even aanwijzen. Dat is altijd zo. Kom, speelkamer. Top, gaan we nog één keer doen. Dit was echt... Mooi. Dan kun je dat in de spiegel zien, stil dat je jezelf ziet. Met een lipstickje? Ik zie je het achterkant lopen, wacht even. Nou. We zijn lekker aan het optussen. We gaan toch douchen en slapen? Ja, het is ochtend voor ons. Heel erg wachthuis. Nou, de laatste scène, jongens. Goed zo. Doe nog maar een keer één keertje. Laat het maar even aan mama zien. Maar even door. Doe maar het laatste dingetje door. Dan aan mama laten zien. Mooi. Kijk eens even naar Lucilla als ze de lipstick doet. Dat is heel leuk hoe je dat doet, Lucilla. Dat doe je hartstikke goed. Hele rode man. Ja. Gaan heel mooi dineren, hè? Het is super mooi. We gaan heel mooi naar het restaurant, hè? Wow, it's a wrap. It's a wrap, jongens. Zo, nog even een bordje avondeten. Ja, we beginnen hier bij de groentjes. Oeh. Nou, Jelle. Eet smakelijk, hè? Het is een wrap, mannen. Even lekker eten, hè? Op 3 meter afstand. Gio. Ja, Gio die komt nog. Nou, ze hebben hier zo'n lekkere machine en dan zeggen ze dat je op dit knopje en dan zo gehoord tappen. Kijk, en de cameraman die gaat aan de Fanta. Proost! Op 3 meter. Nou heren, na een dag filmen, bedankt. Het was weer super. Het zal weer een leuke videoclip worden. Dank jullie wel voor jullie hulp en bijdrage. Onze dronecamerapilot die zegt ik ga alles inpakken. Die wil zelfs niet deren. Maar Gio, dronecameraman, bedankt. En gevoel dineer je mee. Nou, wij zitten hier even lekker aan de eettafel op 2 meter verder. Hè? Hier te dineren. Ah, Luan de Barman. Oeh, lekker hè. Heb je een lekkere champagne? Wat is dat nu? Uistie. Oeh. Nou, en Luan nog een lekker drankje. Jullie hebben het top gedaan. Dankjewel Jelle, it's a wrap. En team. En een applaus voor Jelle en team. Hij zegt leuk dat jullie erbij waren. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Als je abonneren, klik op belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Wees lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem 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 mee. Dans mee en blijf niet staan.